Hey Henny, we staan hier voor de poort en we gaan straks even binnenkijken bij onze eerste verkenning. Om te ontdekken van hoe kunnen we nou de Software Poort beleefbaar maken voor mensen met een visuele handicap. We zijn hier in de SAS-poort. Dat is een monument uit het begin van de 15e eeuw. Kijk, de poort is gebouwd om mensen buiten te houden. En daar is alles aan gedaan. Maar er is heel weinig rekening gehouden met een tijd waarin bezoekers juist heel welkom zijn. Ik ben Corrie Gillissen. Ik zit in het bestuur van de stichting die dit pand beheert. Ik ben zelf moeilijk ter been. Dus toen ik hier voor het eerst bij betrokken raakte in 2019... en ik zag die wenteltrap en er was niet eens een leuning. Ja, hebbes. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar leuningen voor de SAS-poort. En dat is een hele ondankbare investering geweest, omdat iedereen denkt dat die leuningen er al eeuwen zitten. Maar dit is nog een leuning zoals die ook vroeger was. Nee, die leuning is er later geplaatst. Vanuit die leuningen kom je van het een op het ander, want ik ben slechte been, maar anderen hebben een visuele beperking of een auditieve beperking. En ook voor die mensen zijn we toen begonnen om de poort toegankelijker te maken. Oh, en rechts is nu ook een touw wat ik kan vasthouden. Ja. Het andere wat we gedaan, we hebben een full maquette gemaakt. En er is een 3D plattegrond gekomen voor mensen met een visuele beperking. Voor mensen met een auditieve beperking hingen overal al bordjes, maar is ook een video gekomen. En nu zijn we aan de volgende stap. Wij gaan met cultuur met je oren voor de SAS-poort een beleving maken die alle zintuigen prikkelt, zeg maar, behalve de visuele. Maar we willen ook een product maken die tegelijkertijd even aansprekend is voor mensen die geen visuele handicap hebben. Waar we nu staan met het project, we hebben de inventarisatie gedaan van welke verhalen willen we gaan vertellen in de poort, in die beleving. En daar zijn we nu naar aan het kijken. Dus dat is de volgende stap en daarna gaan ze daadwerkelijk de opnames maken. En dat doen we samen met Paul van der Ham en Johan Akkerman van Cultuur met je Oren. Om een voorbeeld te noemen van hoe je zo'n tour kan maken voor iemand met een visuele handicap, je hebt hier in de SAS-poort ook verschillende cellen. Als je in zo'n cel bent, zo'n celdeur, dat is prachtig van hout. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar de deur is van hout, maar vol met nagels erin. Nou, dat kun je met je vingers ook prachtig voelen, hoe zo'n deur is opgebouwd. En natuurlijk de klink en het slot. Wat wij ook daarmee willen bereiken is dat het niet puur informatieoverdracht is, maar het moet een beleving worden, je moet erin zitten. Dus we vertellen niet, dit is een cel, hij komt uit het jaar die en die, hij is zo groot. En Van Ittersen heeft er gezeten. Nee, we nemen je mee naar de personage Van Ittersen. Hij zat hier gesloten omdat er op hem gejaagd werd buiten. Met alleen brood en water, en als hij naar buiten keek zag hij zijn stad. De stad waar hij niet in kon. Dat is de manier waarop wij het verhaal willen overbrengen en de plek willen overbrengen. Ik ben eerst op zoek gegaan naar welke subsidiemogelijkheden er waren. En toen kwam ik uit bij de subsidie voor erfgoed. Erfgoed en het vertellen van het verhaal van Overijssel. En dat leek me bij uitstek geschikt, omdat een van de verhalen ook heel regionaal is. Daar zitten ook Kampen en Deventer bij betrokken. En dat is het haakje geweest waarom wij inderdaad subsidie aangevraagd hebben bij de provincie. Wat het leuke is bij het maken van zo'n tour, waarbij je wel de persoon met een visuele beperking hier achterover hebt, is dat de mensen die wel kunnen zien, het eigenlijk even fascinerend vinden. En je ogen worden gewoon gestuurd via de persoon met een visuele beperking op dingen die je normaal nooit zo zou bekijken. Dus je let in één keer op wat je voelt, wat je ruikt, wat je hoort. Dus je hebt een locatie ervaren op een manier waarop je het anders nooit ervaren zou hebben. Wij hopen dat het eind oktober dat het klaar is. En dat we dan inderdaad mensen kunnen ontvangen en deze audiobeleving kunnen laten horen. En voelen. Maar niet zien.